VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Maar als je gedurende de wedstrijd ziet dat je hem niet kan winnen, dan moet je zorgen dat je hem niet verliest. Want dan hou je ze gewoon op achterstand. Moreno Rutte over de Graafschap. Straks meer over die wedstrijd. Twee A-junioren tekenen eerste contract. Luc Nielis gaat aan de slag met de top 3. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd. Fortuna Sittard VVV. Balic. Novakovic. En daar is de eerste goal. Nee, twee geweldige reddingen van Oenestal. Smeets moet nog op zijn linker hebben. Dit kan ook. Balic, handig. Balic komt tot een schot. En weer Oenestal. En dan is Oenestal geklopt. Want dan zit hij erin. Dan is het 1-0. Ja, Novakovic. Nummertje 9 van de spits van Fortuna. Bijna. Danny Post. Opoku. Grot. Ja! Grot is dan toch de joker. En dan is het 1-1. J. Roy Grot. Daar waar het een paar minuten geleden lange tijd 2-0 leek, is het nu 1-1. Een slecht begin, vond ik. Vond Fortuna in alle opzichten veel scherper aan de wedstrijd beginnen. Veel feller. En terwijl we toch de ploeg daarvoor gewaarschuwd hadden. Fortuna thuis erg sterk. Zeker ook het gevoel van de derby speelt dan mee. Maar daar waren we eigenlijk niet tegen opgewassen. En gelijk al een aantal kansen, een aantal corners. Ja, en uiteindelijk leidt dat ook tot het doelpunt. En ik moet wel zeggen, vanaf dat moment leek het wel een hele andere wedstrijd. Toen waren mijn spelers wel goed bij de les. En denk ik dat wij die wedstrijd gedomineerd hebben. En zeker de tweede helft. Ja, we hadden alleen maar in het aanvallen gezocht, goede aanvallen gehad, de terechte 1-1 maken. En als je in die eindfase een bepaalde situatie nog wat meer het overzicht houdt, dan kunnen we hem nog winnen. Fortuna begon natuurlijk stormachtig en daar hadden wij geen antwoord op de eerste 10-15 minuten. En gelukkig ging die storm liggen en kwamen wij beter in de wedstrijd. Uiteindelijk leidde dat denk ik niet tot heel veel kansen, maar goed, we hadden wel denk ik enigszins meer het overwicht. Maar toch vond ik Fortuna eerst zelf nog wel aardig spelen. Tweede helft denk ik dat wij nog beter in de wedstrijd komen en aan de bal beter zijn dan Fortuna. Dus dan vind ik dat je eigenlijk terecht een punt haalt daar. De jongens die ingevallen zijn, die hebben het ook prima gedaan. Het niveau zit heel dicht bij elkaar. Nou, en als een aantal spelers even niet in goede doen zijn, dan ben ik gelukkig in ieder geval keuzes uit een aantal andere spelers. Maar ja, ik heb 18, 19 volwaardige eerste elftal spelers, vind ik. En zoals ik al vaker heb gezegd, ik kijk per wedstrijd wat heb ik nodig. Ik kijk aan de hand van de trainingen, wie zit er goed in zijn vel, op wie kan ik het meeste bouwen. Nou, en in dat opzicht heb ik een aantal andere keuzes gemaakt de laatste week. De laatste twee wedstrijden, maar nou, dat kan zaterdag zomer weer anders zijn. We hebben iedereen keihard nodig en dat weten ze. Toch leiden deze keuzes tot gemor binnen de selectie. Zo oogde Sušić niet blij met zijn wissel en Suntjes vindt dat hij hoort te spelen. Zo zei hij voor de camera van Fox Sports. Daar praten we over en daar hebben wij bepaalde omgangsnormen, hoe we met elkaar omgaan. En dat zijn toevallig twee reacties die ik niet gepast vind. En daar worden de spelers ook op aangesproken. Ja, je hebt de afgelopen weken wat positiewisselingen gezien. En dat speelt natuurlijk wel, dat weet je als ploeg. Alleen dat is wel elk jaar zo. Dus dan moet je gewoon als speler eigenlijk van je afzetten. Want je weet dat het elk jaar zo is. En dan loopt die af, dan loopt die af. Dus je moet toch die wedstrijd nog uitspelen. Dus je moet het toch met elkaar doen. Dus ik denk dat je er gewoon lekker naast je moet laten. En gewoon vol met z'n allen voor gaan. Ja, de eerste seizoen, het leek jullie één grote familie. Is dat niet meer? Oh, jawel hoor, dat is nog steeds wel. Maar kijk, nu spelen wat andere poppetjes. Ja, hard is het soms de voetballerij. En ik denk dat je daar gewoon door moet gaan. En als het fluitje gaat, dan moet je met die elf moet je doen. Dus ja, die familie blijft er altijd wel. Misschien is het een klein smetje op die familie. Maar ik denk dat we uiteindelijk, als we veilig zijn, helemaal theoretisch, dat we als één grote familie juichen. Ja, grote vraag is ook nog een beetje, wat gaat er allemaal door jouw hoofd? Want hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ja, mijn toekomst ligt nog een beetje open, moet ik zeggen. Ik focus me nu nog op VVV en nog 4 potjes. Ik wil zoveel mogelijk punten halen. Ik wil onszelf veilig spelen. Ze zijn goed op weg, denk ik. En dan ga ik in de zomer eens kijken wat het volgend seizoen gaat brengen. Ah, jij bent in gesprek met de club, neem ik aan, op dit moment. Ja, we zijn in gesprek geweest al langere tijd terug. En dat hebben we voor nu even geparkeerd, moet ik zeggen. En we hebben gezegd dat we over een paar wedstrijden dat we even terugkomen bij elkaar. En dan gaan we even verder kijken. Ik heb ook gezegd dat ik graag in de Eredivisie wil spelen. En we zijn goed op weg. Dus zodra we veilig zijn, dan gaan we denk ik weer om de tafel. Ja, dat vind jij een fijner gevoel in deze fase van de competitie? Ja, je kan je lekker focussen op het voetballen. Dat is wel fijn. Die randzaken even naast je neerleggen en gewoon even focussen op het voetbal. Twee jeugdspelers hebben vandaag hun eerste contract getekend. Het gaat om twee middenvelders, de 18-jarige Simon Jansen en een jaar jongere Aaron Bastiaans. Het contract van beide spelers loopt tot de zomer van 2021 met een optie voor nog een seizoen. Ja, hier is het eigenlijk waar je het voor hebt gedaan. Eigenlijk, je begint met voetballen. Je denkt, lekker voetballen is altijd leuk. En dan kom je bij VVV en dan begint het toch om iets te draaien. Maar vanaf dit jaar, wanneer ik echt bij het eerste mee mag doen, dan begint het toch wel in je hoofd te draaien. Van, het kan echt, het is echt mogelijk om profvoetballer te worden. En daar heb ik nu mijn eerste stap in gezet. Ja, dit is natuurlijk een dag waar je sinds dat je bij VVV begint op hoopt. Dat je hoopt van ooit wil je ook een keer hier in het stadion voetballen met alle mensen en zo. Dus het is natuurlijk fantastisch om te horen dat dat nu dan echt werkelijkheid wordt. Dat je hier een contract krijgt en dat je hopelijk zo snel mogelijk hier begint te voetballen in het stadion. Aaron Bastiaans mocht dit seizoen al vaak met de selectie meetrainen en in de voorbereiding zelfs meespelen. Tegen Feyenoord zat hij voor het eerst op de bank. Ik heb vooral geleerd van, ook van de trainers, vooral de dingen die je eigenlijk nodig hebt om echt profvoetballer te worden. Ook van de ervaren jongens hier zoals Promes en Post die al langer in voetballen, krijg je wel dingen mee die eigenlijk goed zijn voor later. Maar ik denk dat ik geleerd heb ook om als voetballer beter te worden, maar ook gewoon als persoon. Want natuurlijk voetbalgedrag is ook super belangrijk. En maar natuurlijk wil je het liefste als voetballer beter worden. En dat leer ik hier vooral bij het eerste goed bij de trainingen. Simon Jansen maakt dit seizoen al deel uit van de selectie. Met grote regelmaat zit de jonge Blerikenaar als reserve op de bank. Hij maakte dit seizoen zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Westlandia. En tegen Feyenoord in de Kuip maakte Jansen zijn eerste minuten in de Eredivisie. Nou, je ziet bijvoorbeeld, je hebt hele kleine dingetjes zoals in paas en trappen vormen. Ballen goed neerleggen, kaatsen. Alle dingetjes die makkelijk lijken, leer je hier bij het eerste pas echt. En je leert natuurlijk ook tegen grote gasten, sterke gasten voetballen. En je moet zorgen om daar slim mee om te gaan. Van wie heb je nou het meest geleerd? Van de trainers. Mijn doel is om zeker hier mee te blijven trainen. Gewoon hopelijk zo vaak mogelijk op de bank te zitten en te werken naar basisplaats in het eerste. En hopelijk zo snel mogelijk hier basisspeler te worden. En dan heb je vast nog wel een droom, want dat heeft iedere jongen. Hè? Mijn droom is gewoon om het grootste stadion van de hele wereld te voetballen. En gewoon bij zo hoog mogelijk club te voetballen en zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat is mijn droom, ja. Mijn volgende doel is om hier bij VVV toch een aantal minuten te maken. En daarbij misschien een keer basis te komen en in de Eredivisie te voetballen. Dat is mijn droom tot nu toe. Dat is gelijk ook je droom? Nee, mijn droom is echt om door te gaan naar PSV en de top van Nederland. Maar dat is natuurlijk ook, als je daar hard voor werkt, dan het kan mogelijk zijn, maar dan moet je wel alles voor doen. En dat probeer ik nu te doen. Twee andere jeugdspelers, Stan van Dijk en Jacour Roemer, hebben van de club een amateurcontract gekregen. Na Fortuna Sittard volgt zaterdag opnieuw een wedstrijd tegen een directe concurrent in de strijd om degradatie, de Graafschap. Hoewel VVV nu 34 punten heeft, doorgaans een aantal dat voldoende is om degradatie te ontlopen. Ja,
Je gaat ervan uit dat de laatste, weet ik wat, 40 jaar is 34 punten genoeg. Dat was het vorig jaar ook. In dat opzicht hoop je dat je jezelf afgelopen weekend hebt veilig gespeeld. Maar er zijn nog 12 punten te verdienen. We willen gewoon nog een paar punten erbij proberen. En wellicht dat je nog iets op die ranglijst kan doen. Dat zal niet heel veel zijn. Maar we willen het vooral goed afsluiten. En we willen het publiek een paar mooie wedstrijden geven nog. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijk, natuurlijk ga je vol voor de winst. Want je wil zoveel mogelijk punten halen. En ook misschien wel een record neerzetten als ploeg zijnde. Qua puntenaantallen. Dus daar gaan we voor. Maar als je gedurende de wedstrijd ziet dat je hem niet kan winnen, dan moet je zorgen dat je hem niet verliest. Want dan hou je ze gewoon op achterstand. In Doetinchem lukte dat. Door twee vroege goals had VVV bijna de hele wedstrijd weinig te duchten van de superboeren. Alleen in de slotfase werd het nog even spannend toen de Graafschap tegenscoorde. Die zijn natuurlijk aan een hele sterke reeks bezig na de winterstop. We hebben ze ook afgelopen zondag gezien tegen PSV, waarin ze uitstekend voor de dag komen. Dus dat is een ploeg die bij Zwolle uit met 0-3 wint, bij Heerenveen uit met 0-3 wint. Dus dat moet ons alle alarmbellen moeten luiden, zodat we dit niet onderschatten. Dat lijkt me heel duidelijk. Kijk, ze hebben een achterstand, dus ze moeten vol voor de overwinning gaan. Want aan een punt hebben ze niks. Zo simpel is het. En wij willen ook voor die overwinning gaan. En alleen voor ons telt een punt wel. Dus ze hebben iets andere insteek. Maar ik heb ze tegen PSV gezien. En ze zijn ook gebrand om daar te winnen. Dus tegen ons zal het niet anders zijn. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. Messaoud. Balletje doorgeven bij Edwards, dat moet 1-0 voor Excelsior zijn. Nee, wat heeft Oenerstal toch een prachtige reflectie. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat hij zo ongelooflijk belangrijk is. Dit is de top 3 van VVV. Luc Nielis is deze week aan de beurt een nieuw fragment erin te zetten. Maar eerst moet er één uit. Degene die ik eruit kan doen zijn de reddingen van Lars. Helaas, sorry Lars, maar ik heb geen keuze. Ik zal de andere twee straks uitleggen waarom dat ik een keuze moet maken. En de eerste keuze zal ik uitlichten was van Danny Post, die laat ik staan, omdat voor mij ook de eerste competitiewedstrijd was bij VVV. En die wonnen we met 0-1 met het fantastische doelpunt van Danny. Ja, dat is altijd iets apart, vind ik. Het tweede fragment is met Gerald Promes, de actie van de fans om hem aan hem te denken op die moment. En na een wedstrijd zijn naam skanderen, vind ik, daar krijg ik nog altijd, gaan de haren nog altijd steeds omhoog van staan. Dus, geweldig initiatief van de fans en mooi gebaar naar Gerald toe. Dus die blijft staan uiteraard. En dan, vermits ik moest kiezen, het nieuwe fragment wat ik ga kiezen is de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Fortuna. Het doelpunt van Geroy. Groot de 1-1, maar een mooi doelpunt uiteraard. Maar vooral wil ik de reactie van onze bank wil ik in beeld hebben. Dat moment springt er bij mij uit. Dat je zit nu in een fase van de competitie dat toch, er is veel onrust, veel contract niet wel verlengen of geen akkoord of wel naar een andere club kunnen doen. Dat brengt altijd toch wel wat onrust teweeg. Een moeilijke week gehad vorige week. En als je dan ziet hoe toch iedereen alles eventjes opzij kan zetten, die mensen die op de bank zaten, degenen die ingevallen zijn, die hebben het fantastisch gedaan, hebben alles gegeven om toch een punt mee terug te brengen naar Venlo. En als je dan toch ziet die reactie van de bank, vind ik gewoon geweldig om te zien. Opoku. Grot. Ja! Grot is dan toch de joker. En dan is het 1-1. Geroy Grot.
daar waar het een paar minuten geleden lange tijd 2-0 leek, is het nu 1-1. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering & Lunch Service.